Mooi rood is niet lelijk, hè, bij jou, hè? Hey, kom eens dan. Hey. Zo, wij zijn dus nu beland in de grote verkeerscontrole. Ook leuk, gezellig. Een hele goede middag aan iedereen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen, Karen en Roderick. Ja, en het is vandaag, namelijk alweer woensdag 6 oktober 2021. En het is nu net 12 uur 33. Ja, dit is mijn haar nog steeds lekker. Helemaal top. Kijk, helemaal goed, helemaal geweldig. Ik ga zo even lekker lopen met Lady. We gaan even tussen de buien door. En dan wensen wij jullie heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog. Ja, en Lady heeft een andere tuig. Een nieuwe. Mag ook wel, hè? Ja. Mooi rood is niet lelijk, hè? Bij jou, hè? Hey, kom eens dan. Hey. Ja, Cookie. Zit het dan? Kom eens hier. Zo, keurig, kom maar. Zo, ik was net aan het filmen, maar toen werd ik gebeld. En dan, als ik opneem, dan wordt mijn video beëindigd. Want ja, zoals jullie weten, ik film met mijn telefoon. Maar ja, dat was dus even theezorg. Vanaf volgende week dinsdag heb ik huishoudelijk hulp. Want ja, zoals jullie ook weten, heb ik recent een operatie gehad en voor de nieuwe... Die er net bij zijn. Ik ben vandaag, is dus woensdag, precies vandaag een week geleden ben ik dus geopereerd. En aan acnes. En heel raar, ik kwam er net achter. Mijn moeder en ik zijn in het verleden zwaar mishandeld geweest. Toen heb ik een hele lange tijd dus niks meer onderen gevoeld. Tot eigenlijk vandaag. Dus... Ik weet niet of dat een deel met elkaar te maken heeft. Want mijn onderrug was op dat moment gewoon, ja, een soort van gevoelloos. En dat is dus nou niet. En dat is gewoon heel raar, vreemd voor mij. Maar het is wel fijn. Ja, dat ik gewoon eigenlijk weer gewoon mijn rug voel. Yay! Feestje waard, zeg maar. Dus ja, ik ben even lekker lopen met Lady. Ja. Ro is, die was met de twee zusjes. En ik loop dus nu weer richting huis. Dus ja. Alleen Rodi mag er nog niet op. Want die is... in bedrijfskleding nog. Dus. En de dierenvoedselbank... hij heeft mij tot met december gegeven. Eind december, begin januari. Om toch nog even... Want ik had schulden, behoorlijk wat. En ja. Moet ik zeggen... Het is aardig aan het aflopen, om het zo maar te zeggen. Nou, niet aan het aflopen, maar hè, moet ik dat zeggen? Ja, ik kom soms even niet uit mijn woorden, jongens. Maar wat ik wel wil zeggen, mijn schulden worden minder. Ik ben met één schuld al helemaal klaar. Volgens mij bijna met de tweede schuld. En dan heb ik nog eentje. En dan, ja, volgens mij heb ik er nog drie. Dus van de belasting, ja. Dus, maar dat geeft niet. Maar hij heeft mij ongeveer tot... eind december, begin, midden januari gegeven dat ik gewoon nog er gebruik van mag maken. Dus ja, dat zei Ro ook al van ja, een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Dus moet je het gewoon lekker doen. Dus dat doe ik ook. Dus ik ga nu lekker naar huis met mijn meisje, zoals jullie zien. Daar. Hoi. En ja, en dan gaan we met de auto ticket op. Voordat het weer zo meteen gaat regenen zoals nu. Maar oké, maakt niet uit. Alles voor haar. Hé, meisje, jij. En waar zijn we weer? Nou, volgens mij kunnen jullie het al wel weer raden. Kijk, ik kan nou Rode erop zetten, want hij heeft een andere jas aan over zijn werkkleding. Nou, maar daar is ook al. Jullie kunnen het waarschijnlijk al wel weer raden waar we zijn. Hi. Dat is leuk. Tja. Schattig.
Wie is er sneller, Rome of ik, bij de bak? Dat is me. Ik ben sneller. Wat zeg ik? Ik ben sneller, altijd sneller. Ik ben altijd sneller bij de bak. Ik wel. Eens even kijken, wat hebben we hier aan mij? Geen idee. En wie is nou sneller? Ik ben sneller. Kijk dit liggen daar. Zo lief. En ik ben even inderdaad weer bezig. Oh, ik ga even uitzoomen, jongens. Ja, het is een beetje heel erg veel ingezoomd. Zo, ik ben even weer even bezig inderdaad met diamond painting. Kijk. Ik ben al tot en met daar. Oh, goed bezig. Ja. Wat nog wel eens wat. Ja, en dan moet ik nog editen. En ik heb mama aan de telefoon. Ook geweldig. Yes. Ja, en dan moet ik dus ook nog editen. Dat zei ik net al. Dus moet ik ook nog doen. Ik moet nog een hele hoop doen, maar dat maakt niet uit. En ja. Ik ben gewoon lekker bezig. Ja, ik ben nu... Ik ga nu nog eerst even denken, even een uurtje nog even lekker even diamond painting doen. En dan ga ik me verhuizen naar die kant op. En dan ga ik even editen. Dus nu nog even een uurtje even lekker dit even doen. Even lekker mijn kop nog even lekker op nul houden. Heerlijk, hou ik van. Lekker bij het raam, lekker een beetje daglicht. Toch een beetje, hè. Met deze regenachtige dag. Maar ja, ik heb van de voedselbank heb ik een krabpaal gekregen. Die moet ik even unboxen, maar dat doe ik morgen. En dan moet ik daar ook een foto van maken. En die moet ik dan even op sociale media zetten. Ja, dat moet ik ook nog gaan doen. Dus, want waarschijnlijk achteraf blijkt dus... En dat de dierenvoedselbank mij dus waarschijnlijk volgt of zo. Ergens in die trant. Geen idee. Maar ik heb me niet uit. Ik kan alleen maar weer blij mee. Maar ik zou zeggen, abonneer dan ook even. Ben jij nog niet geabonneerd? Ik zou zeggen, abonneer. De rode button is niet erg. Abonneer en doe het belletje. Want blijf je niet namelijk op de hoogte met alles wat ik online plaats. Want kijk maar hoeveel mensen dan nog niet zijn geabonneerd. Ja. En daar ben jij waarschijnlijk één van. Dus ik zou zeggen, heb je dat nog niet gedaan? Doe dan eventjes. Dankjewel. Ja, we lopen dus weer bij de Jumbo. Waar anders? Jee, helemaal top. Want ik wil wat halen. Dat mag vooral. Ja. Dat is eventjes een fles wijn. En waarom? Dat horen jullie van de week wel of anders. Wanneer wij een afspraak hebben gehad en bij de arts. Want als wij het zo hebben gelezen. Van mijn operatie. Was dat niet echt helemaal wat we hadden gedacht. Niet echt zo. Nee. Maar ja, ik wil dat eerst even goed uitsluiten. Maar anders ga ik malen. Daar heb ik ook geen zin in. Dus ik ga gewoon even lekker eventjes aan de alcohol. Ja, ik wel. Ik weet hoe ik zelf ben. Ja. Lekker rustig hier, hè, zo. Ja. Heerlijk rustig. Kijk, er is helemaal niemand nu. Dat is lekker. Jee. En Rodi kan niet blij kijken vandaag. Nee. En dat begrijp ik ook. En ik nog wel, ja. Maar ja. Yeah, joepie. Zo. Kijk, en daar hebben we de Jumbo. Helemaal top. Alleen mijn arm nu wat zwaar. Hé. Hey. Wauw. Ja, we gaan eventjes de Jumbo in. Kijk. En hier hebben we bloem, ook leuk. En hier heb ik ook heel wat al wat gehaald. Dus ja. Maar ik ga eventjes lekker. Pak jij een karretje of niet? Ja. Ja? Mooi. Nou, wij gaan een karretje pakken en we gaan winkelen. Kijk, allemaal lekker drinken. Daar hebben we de bakkerij. En wat hebben we hier in de bak? Genoeg. Spullen. Ja, weer lekker veel. Kijk, hiervoor komen we eigenlijk altijd. Maar dit allemaal lust Roderick niet. Dit jaar zie je des te meer. Dit stukje, maar dit stukje lust hij allemaal niet. Het is allemaal te gezond voor hem. Even kijken, wat is dat voor? Salm. Oké, voor? Dat is een pokeball. Oeh, dat wil ik hebben, pokeball.
Oeh, ja, die neem ik mee. Pokeball, lekker, zalm. Ja, mensen, en dan doe ik nog eentje. Is goed voor me. Nee, heb ik geen zin in. Een pokeball, lekker. Ik wil weer gelijk 5 euro, maar dit is gezond voor mij. Ja, kijk, helemaal geweldig. Helemaal top. Hoi. Hoi. Wat zei je, schat? Ik heb op de hoogte gebracht. Ah, oké. Okay. Of je dit ook heel erg vindt. Nee hoor, dat mag. En dat weet je. En beveiligers waar we een goede band mee hebben, dan mag dat. Oké, okay, ik mag gaan zoeken waar mijn wijn staat. Die stond altijd hier. We gaan zoeken. Normaal ben ik niet zo van het zoeken. Grijp ik hem gelijk, maar nou dus niet. Rode wijn. Oh, hij is veranderd. Hij staat dus nu hier tegenwoordig, schat. Mijn wijn. Nee, dat is niet handig. Zo. Lukt dat? 2 pakken? Nee, dat lukt net niet. Tuk er 1. Jee. Lukt het? Niet aan. Niet aan, sorry. Ik pak er nog 1. Maar hij is veranderd hier, dus ik zocht hem al, maar alles is hier veranderd. Hè? Huh? Ja, ook dat. Vond ik leuk. Maar dat we hem erop mogen zetten, grappig. Nou, dan gaat deze gal en gal. Gaat dus naar de voorkant en bij de bloemen. Ja. Helemaal top. En dit is dus de Jumbo waar we dus altijd boodschappen doen. Ja. Kijk. Is ook leuk. Jij moet je helemaal je mond houden, jij. Zo. Jij moet helemaal je mond houden, meneer beveiliger. En dan pak ik nog een lekkere paprika. Lies. Ja. Kijk, dat is daar. We hebben hier tapas, eieren, zuivel. Daar liep ik net. Zure soepen. En cola, nou, daar komen we net vandaan. Daar hebben we dan de dingest en de gal en gal. En dan moet het dus daar bij dat huisje komen te staan. Dus, ja, ze zijn aardig aan het veranderen eigenlijk. Ongezien, onopgemerkt. Ja. Dus, wil je nou eens een leuk bloemetje, dan binnenkort moet je niet hier wezen, maar dan moet je dus daar wezen. Helemaal leuk. Ja. Oeh, vuil op de grond. Mag dat? Van jou wel. Nou, en dan hebben ze hier ook nog een leuke kopstelling van de Hema. Allemaal mooie bloemetjes. Springboeket voor 10 euro. Boeketje. Vrolijk, helemaal top. Even remmen. Ja, want even op de rem staan. Remmen. Zo, wij zijn dus nu beland in de grote verkeerscontrole. Ook leuk, gezellig. Ik wou het zelf hoor, dus... Is leuk. Ja. Ik mag filmen. Het is openbare weg. En dan mag u de auto op het laatst nog even eens achteruit zetten. Eens achteruit. Ja, die gaat het. Die doet het ook helemaal. Zo, kijk. Maar ik ga de beste mensen hier niet op beeld zetten. Maar ik mag hier wel filmen. Het is correct bevonden, dus ik krijg de papieren weer terug. Kijk. En dan krijgt u van mijn collega zo meteen even de aanwijzing dat u weer de weg op mag. Oh, en veilig en wel. Helemaal goed. Dank jullie wel. Gratis controle. Gratis controle, ja. Nou, dus, zo, en het gaat direct nog. Ja, daarom. Mag even mijn raam dicht, schat. Het is een beetje natjes hier. Ik heb ook niet meer nodig. Goed thuis in ieder geval. Dank jullie wel. Dat gaat wel gelukken. Nou, ga ik hem gordel om doen. Gratis check, schat. Ja, stel, als het mis is, dan kan je de rekening presenteren. Ja, nou daarom. Maar wees blij in dat we nog voordat we weggingen, de licht hebben gecontroleerd.
Oh, wauw. Wat zijn we daar goed in? U mag rijden, meneer. Oké, dankjewel. En waar krijgen we allemaal dat en dat papiertje? Wat krijgen we daar zeker zo meteen? Zo meteen. Oké. Top. Nou, wij gaan er weer van tussen. Dank jullie wel. Dat gaat zeker lukken. Hoi. Oh, wat leuk. Heerlijk. Oh, oh, oh. Alleen een lamp er weet niet van. Man, wacht even. Zo, heel veel, heel veel. Maar ik dacht dan dat je nog een papiertje zou krijgen. Daar zeker of zo? Geen idee. Maar de auto is correct bevonden, mensen. Yay! Veilig en wel. Heb je serieus een mondkapje? Douane. Oh, dan krijg je hier waarschijnlijk een... papiertje. Huh? Niet? Geen papiertjes. Geen papiertje. Ja, je mag door. Hoi. Kijk, douane. Helemaal leuk. Geen papiertjes, jammer. Lekker met mijn meisje lopen, schat. Ja, lekker met mijn meisje lopen. Kom maar, loop. Er is heel veel wind. Kom maar, kom. Lopen. Wat zo. Ik weet niet of ik heel goed ben te verstaan, want het waait nogal. Ja. Maar ook dat maakt niet uit, nee. Zo, pat, ik sta gelijk in de schijnwerpers. Jee, stonden we net ook. Ja, nee, maar ik heb nog nooit een algehele politiecontrole meegemaakt. Nog nooit. Dus, en nou hadden we dus de kans. Die hebben we ook even genomen. En toen zei de agent al daar van, joh, als er iets niet klopt, dan krijg je dus wel een bekeuring. Maar alles klopt, alles is goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus ja, heerlijk. Alleen maar weer fijn dat het allemaal goed is. En dat we onze controle weer goed hebben door mogen staan. Dus ben ik alleen maar weer blij mee. En ik hoop jullie ook. Ja. Dus ik heb wel even netjes gevraagd of ik mocht filmen. Maar ik kreeg ook van hun te horen. Het is een openbare weg. U mag filmen. Maar ik heb de agenten al daar gewoon er niet op. Want ook hun doen hun beroep. Nee. Nee. Gaan we niet doen. Rustig. Goed. Zo. Hi. Nee, is oké, is oké, is goed. Het is goed. Het is oké. Ja, 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 komt wel eens een keer. Komt nog wel. Kijk, die hond, daar kan... Dat is ook een witte hond. Een lady is een keer aangevallen door een witte labrador. Nou ja, dat is ook wit voor lady. Dus dan heeft ze iets van... nee, niks voor mij. Maar dat is een schatje. Dus ja, jij ook. Ga maar lopen. Dus ja, huppatapatapata. Ik let even niet op. Maar ja, dat heb je als je aan het vloggen bent. En meerdere dingen aan het doen bent. Oeh, hè. Maar ja, ik ben er ook niet helemaal bij. Met wat ik vandaag heb gelezen. Maar oké. Een beetje afleiding zou het weekend wel goed zijn. Denk ik, hoop ik toch. En ik ga gewoon lekker genieten van het leven. Ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt er een vlog online. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog weer terug. Doedels!